Je ziet hier een stukje van de trailer van de film Taxi Driver uit 1976. En dat is omdat het werk van een rode bloedcel wel lijkt op dat van een taxichauffeur. De Niro. Under mean streets. Just get me out of here, all right? Now, Robert De Niro creates a terrifying portrait of life on the edge of madness. Tabby, just forget about this. It's nothing. Taxi Driver, a film by Martin Scorsese. Yeah, people do anything in front of a taxi driver. I mean anything. People too cheap to rent a hotel room. Oh, driver, hurry up, will you? People want to embarrass you. It's like you're not even there. It's like, you know, like a taxi driver doesn't even exist. This city here is like an open sewer, you know? It's full of filth and scum. I think I know what you mean, Travis. But it's not going to be easy. De 14.5 in en uit, uit en in, Biocast. En we gaan kijken naar partiële zuurstofdruk. In de lucht bestaat stikstof, zuurstof, een klein beetje argon en nog minder koolstofdioxide. En dat gedeelte wat bestaat uit zuurstof, dat bepaalt de partiële zuurstofdruk. Dus dat gedeelte van de luchtdruk wat door zuurstof wordt veroorzaakt. Dus met andere woorden, de luchtdruk is 101,3 kilopascal. Er zit 78% stikstof in de lucht, 21% zuurstof. Dat betekent dat de partiële stikstofdruk 79 kPa is en de zuurstofdruk 21,3 kPa. Hemoglobine en zuurstof gaan een evenwichtsreactie aan en die reageren dan tot oxyhemoglobine. Met andere woorden, de zuurstof kan er gemakkelijk aan vast en gemakkelijk weer loslaten. Wanneer zal een taxichauffeur nou geneigd zijn om mensen mee te nemen? Als er veel mensen zijn. Als er geen mensen zijn, zal hij eerder geneigd zijn om mensen af te zetten. En het hangt ook af van de stemming van de taxichauffeur. Deze zal eerder mensen oppikken dan deze. Dus het hangt af van de beschikbare zuurstof, maar ook van de stemming van de chauffeur, dus de pH en temperatuur bijvoorbeeld. Hier zien we een curve en daar is de partiële zuurstofdruk uitgezet tegen de verzadiging. Hier weer, maar nu bij verschillende pH's. Bij een pH van 7,4, de normale pH van het bloed, treedt er zo'n 80% verzadiging op bij een partiële zuurstofdruk van 50 mm kwik. Als de pH daalt tot 7,2, dan is de verzadiging nog maar 70%. En als de pH stijgt tot 5,6, dan is er een verzadiging van bijna 90%. Hier nog een keer zo'nzelfde grafiek, maar dan bij 30 mm kwikdruk, zoals het is bij weefsels die aan het werk zijn. Hier zie je het verschil links fetaal hemoglobine en rechts van een volwassene. En let hier op de linker myoglobine figuur. Dit is een rode bloedcel, CO2 uit weefselvloeistof. Daarvan wordt 5% opgelost in het bloedplasma. De rest 95% komt in de rode bloedcel, reageert daar met water tot koolzuuranhydrase. Wat een H-plusion afsplitst, het H-plusion komt terecht in het hemoglobinemolecuul en het waterstofcarbonaat wat overblijft, dus diffundeert het bloedplasma in, gecompenseerd door chlorionen die naar binnen gaan. Omgekeerd bij de longblaasjes, daar gaat het chloor weer naar buiten, het waterstofcarbonaat komt naar binnen, reageert weer met de H-plusion van de heemgroep, vormt weer koolzuuranhydrase, waarvan water afgesplitst wordt, waardoor het CO2 weer naar buiten kan, het bloedplasma in en de longblaasjes in. Dit was de 14.5 Biocast. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.